België, kom aan. Ga je in zee moet springen. We gaan even lekker reageren op Egbert Kanaal. Al die Nederlands gewoon pat. Neem plaats. Het is niet het moment om een spelletje te gaan spelen. Dag YouTube! Hallo! En welkom alweer terug bij een nieuwe video. Yes! Laatste volledige dag. Vind je het jammer? Ja, omdat ik het gisteren wel ineens fijn vond, vind ik het wel jammer. Het is nu ook al tegen de middag, omdat jij nog hard hebt geëdit voor de video van gisteren. Als je het nog niet gezien hebt, het is een hele leuke video. Ja. Kijk hem zeker nog. Waar we allemaal meisjes op het strand de vraag stellen wat ze het aantrekkelijkst vinden aan jongens. Dus het was wel leuk. We gaan terug met de bus gaan, maar eerst gaan we gaan checken wat de valies van Mitse gevonden is. Want ik had deze morgen een telefoontje gekregen van er is een donkerblauwe valies gevonden, maar toen zei ze het merk en ik ben niet zeker dat dat mijn merk is. Valies gevonden. Hoe kan dat? Ik zei nog gisteren tegen u, ik heb zo'n voorgevoel die terug gevonden gaat zijn. Oh my god, Mitse is zo gelukkig, ik zie echt. Maar ik had dat gewoon niet gedacht. Je hebt gewoon officiële vakantie gedaan zonder uw valies. Krijgt hij die gewoon terug. En blijkbaar, het grappige is, die was gewoon nog in de bus. Ja, maar ik heb gekeken, dan is hij ergens zo in een hoek gerold of zo. Het slechte nieuws is wel dat ik nu mijn kleren niet meer kan shoppen. Mitse! Mitse heeft terug de nieuwste outfit aan. Ik heb terug mijn Mitse kleren aan. Alles zit er nog in. Dus er is niks gestolen. We zijn lekker terug aangekomen aan het strand. En het voelt weer als thuis. We hebben iets heel erg leuk gepland voor vandaag. We dachten wel, als we nu gewoon elkaar een beetje challenges geven. Yeah. Een beetje opdrachtjes op het strand. Platbeentje. Oké, ik moet beginnen. Oké, Matthias, jij moet aan die groep volleyballers gaan vragen of dat je misschien eens mocht meespelen. Nee. What the fuck? Ik durf dat niet. Ah, can I play with you guys? Matthias mag meespelen met de volleyballers. Aan deze kant. Woo. Oh, good. I'm sorry guys, I'm so sorry. You're ruining it. Ja, ik ben echt aan het pesten. Ja, yeah, come on! Ja! Ja! Oké! Man! Ja, en daarvoor! Mitse, ik heb een super leuke challenge voor u. Wat jij moet doen, een kleine Michu Michu, dat je een jongen moet laten push-ups doen. Ik zie geen jongensgroepen. Zoals zegt ze net, er zijn geen jongens, zegt ze. I see your muscular guys and I want to ask if you can do some push-up challenge. Nee. I will do push-ups too, because okay. She does like 150 push-ups. 3, 2, 1, yes! How are you doing, bro? Yeah. Yes, nice. Come on, Mitse. Mitse, alles van België. Het is van België. Ja, lekker. Kom aan, Mitse, voor België. België, kom aan. Nee. Wow. Hey, you did it before, huh? Oh, damn! So, it keeps on going! You're going for the 100? Give me five. Mitse. Good challenge. Hey, good job, man. Yes, very nice, very good nice. Good job, thank you. En deze keer moet jij, ook al wil ik het niet, moet jij aan een meid vragen voor een kus op de wang. Ik wist dat je dat ging zeggen. Wat als ik per ongeluk zo doe? Ja, dan is het gedaan en dan ga je maar alleen. Ik heb de vliegtickets, hè, dat weet je. Is it possible for a little dare of her to have a kiss on the cheek from someone? Oh, sorry. Oké, thank you. Oh, je bent wel moeilijk. Je bent gewoon afgewezen. Ik ben niet uit. I think it's illegal. Ik vind wel dat als jij niemand vindt om je te kussen, dat je in de zee moet springen. En de zee is best koud. Heel grappig. Challenge, eet deze appelsina's of dat een ding is. Ik praat niet meer over challenges, vind het niet meer leuk. Ik wil nog graag van jou, omdat je echt graag van beestjes houdt, dat jij een hondje aait. Ah, oh, leuk. Oké, let's go. Hey. Hallo. He has to go in the sea. Oké, mensen, nu wil ik echt even stop. Hij begint gevoelig te worden. Ja, wat ik. Waar is het? Officieel werd het niet gezegd door wie. Dus nu ben ik door de challenge of niet? Nee. Hallo, man. Oké.
ja. Ladies and gentlemen. Hoe is dit? Ik zou denken, waarom de fuck doe je dat niet gewoon? Want het is echt wel vreselijk koud, hoor. Hoppa. Het zou pro-voetbal moeten worden. Ah, ik ben dat ooit geweest, maar ik was eigenlijk te goed. Ah. Dat we wel verdiend na al die challenges, hè? Nou, viel wel mee, uiteindelijk. Wat is er gebeurd niet? Ik snap er niks van. We hebben een derde YouTuber van Nederland die even een video rond heeft gemaakt. Wat de fuck gebeurt er? Onze video was net online. Ik ben rustig die comment aan het lezen van een video en opeens iemand... Ja, Egbert's kanaal heeft ook een video over jullie gemaakt. Ik zit tegen wat is van... We zijn een week op vakantie aangegaan. We worden gewoon niet met rust gelaten. We zijn rustig in Sicilië op vakantie. Al die Nederlands gewoon pat. Helemaal een andere draai in deze video. Dus we gaan even lekker reageren op Egbert kanaal. Mijn hart gaat echt aan 100.000 per uur. Er zijn een hoop verborgen boodschappen op deze wereld. We zijn misschien allemaal bekend met dit logootje. De Illuminati. Die hebben de touwtjes en anders zo gedaan. Maar ook in video's online zijn een hoop verborgen boodschappen te vinden. Waarom is dit een documentaire? Het is precies een educatieve video of zo. Leuk. Ik heb vandaag een YouTube-kanaal gevonden wat er heel goed in is. In elke video die zij maken, verstoppen zij een boodschap. Zieke edits al! Oké, ik ben momenteel nog fan, maar we zullen eerst niet wat te zeggen nu. Nou heb ik een expert meegenomen. Ja, hey, ik ben het, Mr. Unox. Ik ben de verborgen boodschap-expert vandaag. Kan je vertellen wat jouw expertise is, waar jouw expertise vandaan komt? Nou, ik heb wel eens een paar boodschappen gedaan. Waar is deze humor? Heb je Egbert kanaal ooit gezien? Ik niet. Ik ken hem, maar ik ken hem nooit zijn video's gekeken. Dat is echt heel raar eigenlijk. Je hebt zo'n paar van die mensen, Nederlandse YouTubers, dat ik ken, maar niet eigenlijk. En zoals Dom de Jong. Dom de Jong. En dat is bij Egbert kanaal ook. Ik wist direct dat het over hem ging, toen ze reageerden. Maar ik heb hem nooit echt gezien. Maar het is leuk dat onze eerste video de eerste is dat we kijken van hem. Oké, we gaan vandaag kijken naar dit kanaal. Dit zijn Matthias en Miet. Het zijn twee Belgische content creators. Ze doen sowieso elke dag een nieuwe vlog om 17 uur. Maar... Dikke reclame. Elke dag om 5 uur. De eerste persoon dat tenminste dat vernoemt in zijn video. Shorts. Ik heb leren pijpen. Oh, Mietse, wacht. What the fuck? Is hij van u eigenlijk groot? Ik heb dus het idee dat zij in al deze video's subliminal messaging gebruiken. Je bent er natuurlijk. Dus ik dacht, laten we vandaag even kijken of we dit kunnen ontcijferen. Dat moet te doen zijn. Oh my god, ik heb hier zo lang op gewacht. Dat we hier wat mee kunnen doen. Oh, dit is zo cool. Nu wil ik iets anders proberen. Dus je hebt een soort robotvrouw. En die kan je besturen met een controle. Je schone afwas gaat ze afwassen. En nu gaat hij wat anders proberen. Nu wil ik iets anders proberen. Afdrogen. Er kwam ook net een jas met hier een doek verkopen aan ons. Wij echt zo'n no-no. Het is echt zo'n een criminal investigation. Wow, shout-out naar de edits. Wat een zieke edits in deze video. En ik heb appelen gekocht en chips en ik heb leren pijpen. Laat je zien dan. Als ik nieuwe kleren koop, dan ga ik niet meteen onderweg omkleden, zeg maar. Dan neem ik het eerst mee naar huis en even al die lichten. Maar ja, ze hebben dus onderweg leren pijpen. Nou ja, daarvoor al. In de winkel al, blijkbaar. Maar ik wel een doordachte opmerking. Zo ver heb ik er nooit nagedacht. Die tering zul je in de achtergrond een beetje opruimen. Of een staan er alvast? Deze man kijkt naar onze achtergrond. Ik vind het echt geweldig. Hij heeft echt oog voor detail gewoon. Award voor de eerste man die dat kijkt naar de afwas. Ga echt wel naar u en gebeurt, want ik denk dat geen ene man zou zien dat er vallen afwas staat. En zij heeft dus leren pijpen. Tada! Hey. God. Pijpleiding moet hersteld worden. Oh, ik ben zo blij dat je er bent. Mijn pijpleidingen zijn zo verroest en kapot. Een soort rollenspel doen ze nu of zo. Nou, Egbert, jij weet heus wel waarover het gaat, jongeman. Dat zou misschien dat zou nog kunnen. Dat maar... zou broer ook dat die loodgieter is. Ja. Toch? Dan kan je toch gewoon even vragen van, hey, heb je misschien even tijd om naar toch? De leidingen te kijken? Kunnen gaan we even wat eten, misschien kunnen we even naar de leidingen kijken of zo, weet je wel, gewoon gezellig. Ik weet precies wat ik moet doen om het te fixen. Zou raar zijn als je niet zou weten wat ik moest doen. Dat je loodgieter wel die aan je deur staat, dat hij zegt... Sorry, ik weet niet, man. Ja. Ziet er naar uit dat we hier klaar zijn. Oh, er is nog wel één pijpleiding waar naar gekeken moet worden. Oké, iedereen pakt die video. Zullen we kijken hoor. Ja, het water loopt ze. Ik stuur de rekening door, zal lukken ze. Kijk, als ik als loodgieter zou werken en mijn klant zou tegen mij zeggen, oh wacht even, er is nog een pijpleiding kapot, dan zou ik dat wel serieus nemen. Dan zou ik wel zeggen, oh mevrouw. Als zij het al kan zien, zeg maar, dat die echt kapot is. Ja, zij is niet eens expert, hè? Moet je nagaan. Dan is er echt iets dan moet er wel echt die kapot. En hij zegt, hé, hey, oh, water loopt, hé, hey, joe. Wow. Hij denkt echt heel ver na. Allee, ik vind het tof, hè, maar hij denkt wel echt goed na voor alles.
point of view nieuwe meubels gaan uittesten voor gebruik. Gebruik, zeg maar. Van ja. Gebruik. Gebruik. Of niet? Bed uittesten voor gebruik. Zij weet dus niet hoe ze meubels moet gebruiken. Dat zie ik al wel. Misschien heeft ze dat gewoon nooit geleerd. Nee. Ze ging naast de bank zitten. Even aan tafel. Maar ze ging heel stiekem ging even een soort tafel zo. Dus ik snap die gebruik, snap ik niet helemaal. En ze ging ook soort op de bank liggen of zo. Ik heb nog nooit aan zo op een bank. Ik weet, gaat het even voordoen voor ons. Oh, dat is ook niet heel gezellig of zo. Hè? Stel, je hebt mensen over de vloer. Neem plaats. En dan gaat iemand zo. Yo bro, fijn dat je bent gekomen. Neem plaats. Ik doe dat altijd als je mensen gaan gewoon zo liggen op die bank. Nee, gewoon nul hersenen gebruiken bij het kijken van onze video's is het beste ding. Het schiet gewoon niet op dit. Hey Mietse, kom eens. Oké. Okay. Ik heb een challenge voor u. Ja. Jij mag nu 2 minuten planken. Ik ga echt geen 2 minuten planken, hè. Waarom niet? Omdat dat veel te lang is, 2 minuten. Dan wil ik u deze een half uur klagen, hè. Boys, dit is voor jullie. Wat gebeurde? Hij ging een soort speech in. En ja, toen was het klaar. En toen stopte. Het was echt, en nu heb ik er, boys. Dit is voor jullie. Ik snap niet helemaal wat dit hele gesprek... Wat is het moeilijk? Het is wel simpel. Ik snap niet wat er gebeurt. Ja, misschien is het een soort van... Als je er 2 neemt. Verborgen algemeen. Ja. Oeh. Besef dat even. Dit is waarom jij de expert bent. Dit doe je heel goed. Ja. Dus jij wil zeggen dat ze hiermee... een signaal naar buiten sturen naar andere gelijkgestemden die op de hoogte zijn. Ja. Is ook nog een reden dat die jongen werd afgekapt, denk je? Ja, dat willen ze niet naar buiten brengen natuurlijk. Dat moet binnen de groep blijven. Mag alleen binnen België. Ik denk dat we kunnen concluderen na deze 3 reactievideo's al dat iedereen gewoon een error krijgt van onze video's. Ik wil het graag niet naar buiten brengen. Dat is zo mooi. Oh Mietse, kijk, je hebt zelf lampjes die ook kunnen bewegen. Is dat ook het eerste waar ik naar ga kijken in de hotelkamer, of de lampjes kunnen bewegen? Heel agressief. Zo beter kan houden, zeg maar. Dat deze man heeft thuis geen lampjes of zo. Is hier zo lampjes? Zo beter. Ah, cool. Maar wij wachten ook al een jaar voordat onze lampen installeren. We hebben in ons huis nog steeds geen lampen, dus we waren echt heel indruk. Dat is gewoon echt zo. Cool. Ja, dat is cool. Ik ga even de badkamer uitchecken, hè. Oké. Okay. Oh, nee. Oh, Mietse, wacht. What the fuck? Ik denk dat ze echt niet... ze lachen bij onze video's. Nee, maar zij begrijpt echt niet hoe meubels werken. Het is wel tussen je benen vrij donker wel altijd. Dus ik snap wel dat als je daar even wil kijken, dan is het zo. Maar dus ik meteen het nachtkastje opgesprongen. Dat is echt niet toe te doen. Wat denk jij dan als expert wat hiermee bedoeld wordt? Ik weet het niet, man. Zelfde expert. Hij wil het niet eens op de naam. Morgen dan ik had gedacht, man. Voor je reageert op alles zo wat deze vorm heeft, zeg maar. Ja. Dan heb je ook wel een probleem, gewoon. Je opschrijft met een pen en denk je van, nou, wacht eens even. Het grappige is ook zo, toen wij die video's maakten, die shorts, keken we echt naar elk voorwerp. Oké, wat kunnen we hiermee doen? Maar nu zijn we niet meer zo, oké. We beter in ons leven. Okay. Ja. Oh, wil die van mij er ook eens even in steken? Waar is het gaatje om het in te steken? Maar hij zegt ook, hij is klaar, we kunnen gaan. En dan zegt zij, kan je die van mij ook nog ophalen? Oh, god. Ja, je had de hele tijd de kans om op te... Oké, van de 3 video's tot nu toe. Bye, man, dit is echt 3. Legendarisch, man. Maar ze zit hier wel normaal op de bank, trouwens. En dat houdt ze hem niet voor verkocht. Ze kan het opeens wel. Ja. Ik heb echt zin. Helemaal klaar voor. Oké, doe mijn BH maar los. Oké. Moet ik u helpen of zo? Het is niet het moment om een spelletje te gaan spelen. Weet wat je doet? Ja. Ja, hij weet duidelijk niet wat hij doet. Heeft hij een ernstige fobie voor Rubik's Cubiksen? Ja, dat... Ja. Maar dan zou ik hem er niet bij pakken op dat moment. Dat is gewoon... Dat is gewoon stom, zeg maar. Het is wel een vreemd moment om de Rubik's Cubiks erbij te pakken. De vorige keer toen hij de kamer binnenliep, toen was hij opeens op het nachtkastje geklommen. Dat hij die lamp aan het inspecteren. Ik ben blij dat ze kunnen lachen bij ons. Dat maakt mijn dag ook wel. Ik vind deze relatie een beetje raar, zeg maar, die ze hebben wel. Ja, het is wel vreemd, hè? Ik heb dus onlangs iets gekocht, dat is zo een massagegun, maar ik weet niet goed hoe dat je dat precies zo moet gebruiken. Maar dat is echt grappig om daar zo mee te spelen, zo.
Mietse, kom eens! Ja. Kijk. Ik heb een nieuw massageding gekocht. Ik ben super blij ermee. Mm-hmm. En hij wil het laten zien. En zij denkt... Ga bij Q-Fuck. Maat, wat is er? Ik wil hem ook proberen. Ik wil ook die massageding proberen, ja. Zag je niet hoe vet dat eruit zag net? Ja, met die vinger, hè? Ja. Dat was best wel nice. Dat was best wel nice. Mag ik ze ook een kopen? Allee, waarom werkt dat nu niet? Dat zie ik al. Dat zie ik meteen. De expert heeft oog gehad. Die heeft direct gezien. Ze leren na 8 minuten 29 weten ze waar ze naartoe moeten. Er zit helemaal geen bitje in. Ze gaat de radiator gaat ze boren of zo. Moet ze weer de loodgieter bellen straks. Ik vind het zo leuk dat ze dat samenhang zoeken tussen de video's. Jullie twee zijn echt grappig. Shout-out naar jullie. Echt. Shout-out. Damn bro, ik ben echt lekker. Ik heb nog niet eens zo al mijn content samen geanalyseerd aan jullie twee. Het is de laatste dag van onze vakantie en je maakt hem wel hoor. Thanks voor de fit man, echt. En daar in deze setting. De loodgieter bellen straks. Maar ze wil daar gaat haar foto ophangen of zo. Waarom is hier? Ja, niets, je hebt niks in dat gaatje gedaan. Ja, wat dan? Schroeven draaien of zo? Ja, wat ga je daarmee maken? Mijn dag. Nee, dat hoort niet. Het is niets te doen. Het is ook heel snel vergeten dat ze die foto op de radiator hangen. Ik heb misschien nog nooit iemand zo blij gezien met een schroevendraaier in een boormachine. Ik moet er mijn profielfoto van maken, maar niet van die screen. Ik gun het wel. Ja. Ik gun het er wel. Dat is wel, ja. Oh, dank u dat jij mij gunt dat ik mijn boormachine. Gelukkig. Groot. Ik denk gewoon gemiddeld, maar maakt toch helemaal niks uit. En heeft hij van u beharing? Ja. En die zelf krulletjes. Oh, krulletjes. Dan is het Theo. Shit. Ja, het was Theo. Kijk. Ja. Hij is niet zo goed in het spelletje. Nee, hij heeft heel veel nog hoger staan. Drie rijen staan. Ja. Allemaal. Wat is het ook voor, is hij van u eigenlijk groot? Dat zie je toch helemaal niet bij wie is het? Maar ze zijn redelijk allemaal hetzelfde. Shit, we messed up, sorry. Sorry, maar eerlijk gezegd, die vond ik wel goed. Die vond ik zelf wel best goed. Ja, even groot in dat vakje. Ja, maar er staat niet de lengte onder of zo, toch? Van Theo, 2 meter. Maar ja, Shakespeare. Jij ziet deze twee mensen op een bed tegenover elkaar zitten. Praten over of die groot is of krulletjes heeft. Wat kan dit nou betekenen? Ja, het is sowieso, hij is niet zo goed spelletje. Dat is gewoon duidelijk. We zagen het al met die kubus. Dat kon hij niet. We hebben ook het begin van het potje niet gezien, dus... Oh, ik heb mij gesneden. Wat was ze aan het snijden? Eierschillen, we gingen ze eten. maar dat hebben we echt wel expres gedaan. Omdat we wisten gewoon dat mensen gingen denken van, wat de fuck doen die? Dus we zeiden echt van, oké, wat gaan we snijden? We hadden zo eierschillen liggen. Wij zeiden, we gaan gewoon eierschillen snijden. Nu zie ik het. Ze hebben een hand gesneden met een botermes. Ah, oh, ik heb mij gesneden. Oh nee, moet ik een plakker gaan halen? Nee, ik kan het wel gewoon zuigen. Oké, als het zo zit... Ja, een ambulance, we hebben hier een accident. Misschien niet goed. Nee, ja, 2 mensen gewond. Ten hulp schieten. Zij snijdt in de vinger. Ah, oh, mijn vinger. Hij zegt, moet ik een plakker gaan? Moet ik een pleister halen? En zij zegt, nee, ik kan het wel zuigen. En daar, hij werd een soort boos van. Als het zo... en toen stak je een mes in zijn penis. Ben je ooit wel eens zo gefrustreerd geweest dat je een mes in je eigen penis... Nee. Nog nooit meegemaakt, Egbert. Ja, de stofzuiger zorgt niet. Frustrerend, hè? Ja, hij zuigt niet, die stofzuiger. Hij zuigt niet, dat is frustrerend. Dat is best frustrerend. Dat is heel frustrerend. Maar dan, hij zegt dan frustrerend, hè? En dan gaat zij... Zij wordt boos. Ja, maar ook blij, inderdaad, ja. Het is een hele... Een toxic relationship. Misschien is het is de verborgen boodschap in al deze video's dan wel een soort schreeuw om hulp. Maar van wie? Van alle twee gewoon? Van alle twee misschien. We schreeuwen wel van allebei. Misschien moeten we even vermelden dat we wel best gelukkig zijn samen. Meestal. Ja, er is een feestje begonnen daar. Moeten we zien naartoe. Wat zijn jullie aan het doen? Ik ga mezelf vrij krijgen zonder de sleuteltjes te gebruiken. Stel je voor, een agent heeft dit gedaan. Gewoon. Ja, het kan alleen maar een agent zijn. Want die hebben handboeien. Veel mensen hebben geen handboeien bij, agenten wel. Agent komt in jouw huis. Hij maakt jou met sexy handboeien vast aan je eigen barkruk. Wat doe je? Zo, wat zijn jullie aan het doen? Ik ga mezelf vrij krijgen zonder de sleuteltjes te gebruiken. En hoe ga je dat dan doen? Ik ga dat doen met deze haarspeld. Oh, verdomme. Oh.
kunt jullie even aangeven? Dus zij staat met de kont omhoog en hij staat met de broek op zijn enkels. En ondertussen speelt Billie Eilish What Was I Made For. Die werd er goed! Ja, dus dan, dat is vooral Amerika, raar. Amerika. Amerika, oké. Okay, dan hebben we dat, is dat gewoon geregeld. Dan weten we dat nu. Maar hij heeft wel gewoon een riem en zo om. Dus dit had ja, dat is makkelijk niet kunnen voorkomen. Deze video is te moeilijk voor mijn hersenen geworden. Ik krijg hier heel van. Wij krijgen hier een. Op zich, tot nu toe hebben we nog niks negatief gehoord. Ook niks positiefs. Oh, sorry. Oh, en dan je broek aantrekt. Zeg maar. Ja. Weet je, het is gewoon best wel een beetje gênant dat gebeurt. Ze zit dan niet helemaal in een toffe plek in hun relatie. Hè? Het gaat niet helemaal goed. Zij is vastgebonden in haar eigen huis op de een of andere manier. En hij denkt, weet je wat ik doe? Ik ga mijn broek uit. Ja, ik kan het gewoon niet aan elkaar puzzelen. Ik snap gewoon niet waar dit over gaat. Zou dit over seks kunnen dan, denk je? Over seks? Ja, top gedaan. Nu snap ik waarom dat je bekend bent. Want we kenden je, maar niet echt. Maar nu snappen we waarom. Dus je verdient de bekendheid wel. Dit is echt een geweldige video. Ik heb echt goed gelachen. Shout-out naar jullie twee. Ja, ik vond het heel fijn dat hij heeft laten weten dat we elke dag een vijver posten. Dus moest je deze video zien vanaf Eibers kanaal, abonneren, like even en volg onze dagelijkse cringe vlogs. Oké, laat weten wie dat in de comments wie dat te verder gaat worden, want nu ben ik iedereen niet. Zegt, zijn wel mega Ace-its zeggen wel. Maar Ace-it, ik denk niet dat Ace-it op onze video's. Nee. Ace-it is meer een man van de maatschappij, maatschappelijke problemen oplossen. Ik denk niet dat wij een maatschappelijk probleem zijn dat opgelost moet worden, hoop ik. Wij gaan verder met de vlog. Heel erg bedankt Egbert voor deze video. Thanks, Pik. Er is een heerlijk feestje hier aan de gang. Speciaal voor ons. We hebben even onze socials geknald. Insta-post. We hebben allebei een prachtige Insta-post gedaan. Dus ga zeker checken. Ik ga ze hieronder zo linken. Zo. Oh, hier zo. Ja, hier zo en daar zo. En nee, dat kan ik allemaal niet. Ik ben wel blij als het erin geraakt. Ja, okay. Wat heb je nou weer genomen, Mietse? Ik had een zoete craving. Ik heb zo'n zoete cannelloni met Nutella gepakt. Cannelloni is toch pasta? Wij zijn lekker terug thuis. Wat fijn om terug thuis te zijn. Wat we nog niet vergeten zijn, is natuurlijk de comment van de dag. Ja, vooral onze honneponnetjes. Jullie zijn de beste YouTubers die ik ooit heb gezien. Vind ik altijd zo lief. Het zijn echt van die kleine zinnetjes. Maar dat raakt mij, dat vind ik echt leuk. Vandaag een extra opmerking vandaag, gewoon puur om een shout-out te geven aan deze persoon om ons in te lichten over Egbert zijn video. Want anders hadden we het nog niet direct gezien. Just. Het is Romy, zij reageert wel vaker. Heel leuk, dankjewel Romy. En zij zegt, jullie zijn zo cute samen, lijkt me wel grappig als jullie meedoen aan het programma. Het gaat over Temptation Island. PS, Egbert heeft ook een roast opgenomen. Dus door haar wisten we dat die video online was en zij wilde direct kunnen gaan kijken en reageren. Dus dankjewel voor ons in te lichten, altijd fijn. Matthias gaat beginnen editen, want we hebben uiteindelijk veel content doordat we een reactievideo hebben gekregen van Egbert. Dankjewel daarvoor nog eens. En ook challenge hebben gedaan op het strand. En dan ga ik rustig koken en het appartementje een beetje opkussen, want morgen vroeg vertrekken we weer naar België. Wij hopen dat jullie erg hebben genoten van onze vakantie hier, onze 7 dagen in Sicilië. A.k.a. onze roostvakantie, waar dat blijkbaar alle Nederlanders ons tijdens onze vakantie moesten lastigvallen. Als je deze video leuk vond en de Sicilië vlogs leuk, laat dan zeker een like achter en vergeet zeker niet te abonneren. Love you. Ja. Iedereen die steunt en leuke comments achterlaat. Heel erg bedankt voor de support. Wij zien jullie morgen terug om 5 uur voor een nieuwe vlog. En dan zeggen wij, Matthias. En Witte. Out.